Dag Jari, vandaag een overwinning tegen Capelle met 0-1. Het was een vrij potige wedstrijd. Oh ja, het was vrij potig, maar ik denk dat we het gewoon in de tweede helft helemaal kunnen, ja, de boeken toedoen. En dat we de 0-2 kunnen maken en dan dat, ja, dat eigenlijk afgelopen is. Nu in de tweede helft wist je dat ze nog een kans gingen krijgen en die hebben ze ook gekregen. We hebben daar gelukkig dat het buitenspel is. Maar goed, ja, we winnen 0-1, dus dat is top. Ja, en die 0-1 kwam dankzij Lambo, die toch een sterke partij heeft gespeeld. Kapt zijn man mooi uit, brengt de bal mooi voor en uw kopijn staat er aan binnen te koppen. Ja, dat stond braaf mee. Ja. Van hem verwacht ik niet minder eigenlijk. Ik verwacht dat hij scoort, dat hij zulke baan scoort. En van Junior, ja, Junior. Ik denk dat iedereen wel ziet hoe goed dat hij speelt voor het moment. En ik hoop dat hij dat nog lang kan doortrekken voor tot het einde van het seizoen. Maar goed, we zullen zien. Hè. Zeker en vast. Ben je tevreden van je eigen partij vandaag? Ja, ik ben wel tevreden. Ik denk dat we defensief wel goed stonden. We hebben ook weer de nul gehouden, dus dat is wel positief. Aanvallend ja, was zo'n beetje, had ik zo het gevoel dat ik nog wat meer kon doen, maar ja, het veld liet het ook niet echt toe. En ja, ik zeg, het is beter dat we de nul houden, omdat we ook al 0-1 voor stonden. Ik zeg van, we gaan ook niet te veel naar voren meer gaan lopen. Prima, dankjewel Jari. Jelle, wat een wedstrijd alweer. Het was een moeilijke match. Keeper moet niet veel pakken, maar wat je moest pakken, heb je dan wel fantastisch gedaan. Zag je die bal komen of was het gaan om te gaan? Nee, ik denk dat ik mij gewoon moet smijten op dat moment. Want hij komt helemaal alleen voor mij, een klein botsje op het slechte veld. Dus hij moest ook meteen afwerken met zijn hoofd dan. En ja, ik gooi mij ervoor en hij komt gewoon op mijn voet. Dus een beetje geluk bij, maar kijk, dat dwingde dan een beetje af, denk ik, als ploeg. En ik zelf ook dus. Loger is een ploeg die normaal gezien van achteruit speelt. Maar op dit veld was dat vandaag wel zeer moeilijk, hè? Ja, inderdaad. En ik denk dat ik eerste helft een terugspelbal krijg dat ik heel slecht verwerk. Tweede helft ook. Het was gewoon heel moeilijk. We hebben het wel een paar keer geprobeerd en dan zag je wel dat er heel veel risico in zat. Dus ja, al bij al denk ik dat het gewoon een verdiende overwinning is. En weer met de 3 punten naar huis. Alweer met de 3 punten naar huis, weer een stapje dichter. Hoe hard begint dat nu te leven bij de spelersgroep? Goh, ja, we kijken het wedstrijd per wedstrijd. Hè, maar inderdaad, als je die kloof ziet tussen ons en een derde. En ook met La Louvière natuurlijk. Ja, dat is mooi. Hè, en wij leven echt naar het einde van het seizoen toe. En ik wil maar zeggen dat we kijken er echt naar uit om terug met Lokeren met de supporters te vieren. Het is nog niet zo ver, maar we kijken er wel echt naar uit. Ze waren vandaag ook wel weer voltallig aanwezig. Hè? Heel veel supporters. Dat moet toch enorm deugd blijven doen. Ja, sowieso. Ja, ik ben hier nu in mijn derde jaar, dus ik weet dat. Ik bedoel, dat is gewoon fantastisch, hè, dat ze ons weer naar voren stuwen. Ook dat we het even moeilijk krijgen met die 2-3 kansen dat ze krijgen. Okay, uiteindelijk maar 2-3 kansen ze krijgen, maar nee, dat is gewoon schitterend dat de supporters voor ons weer achter ons staan. Op naar Antwerp. Op naar Antwerp thuis. Hè. Dankjewel. Proficiat met de overwinning en natuurlijk proficiat met het verlengen van jouw contract. Dankjewel. Als we over de wedstrijd mogen spreken, ja, is het moeilijk om hier op dit veld echt het spel te maken. Hè, en dat liet ze ons toe om het spel te maken. En dan is het moeilijk om kans te creëren. Maar als je kijkt hoeveel kansen dat we gekregen hebben, moet je eigenlijk wel meer scoren. Wat ook opviel, we hebben tamelijk wat kansen mee ingespeeld. Een paar keer ongelukkig geweest in afwerking. Vooraan Gilles natuurlijk net terug. Mist er nog een beetje die frisheid? Ja, maar ik denk als je de eerste fase van Gilles ziet, juist voordat hij wil afdrukken, stuit er die bal op. En dus, ja, het nadeel van het veld soms. Hè. Dus oké, dat zal waarschijnlijk bij Gilles een beetje wedstrijdritme zijn. Maar eigenlijk moeten die ballen binnen gaan. Ja. Actie van Lambo die leidde tot een mooi doelpunt van Stan Braam. Stan scoort alweer. Hij is ook in een goede flow. Ja, daar staan ze voor. En we weten, Junior heeft snelheid. En zeker tegen een verdediging die niet super snel is, wisten we dat we daar opening gingen krijgen. En dat het goed is. En Stan heeft gewoon een neus voor doelpunten. En dat is hij vandaag opnieuw bewezen. Het was vandaag ook een tamelijk potige wedstrijd. Met de rode kaart tot gevolg. Had dat ook een beetje zijn invloed op de groep? Maar iedereen speelt binnen zijn kwaliteiten en voor die jongens gaat het soms iets te snel. Zij moeten soms van zo'n fase hebben ook kansen creëren. De kansen creëren was niet, in mijn ogen is dat geen kansen creëren, maar het is een lange bal van één helft, één vrije trap. Iedereen naar voren en van daaruit, op goed geluk eigenlijk, en het was bijna goed geluk, is dat kansen creëren. Dus iedereen speelt binnen zijn kwaliteiten, dat is gewoon hun volste recht. Maar inderdaad, op bepaalde momenten werd het wel potig, maar dat is als je soms wat te laat of te traag bent. Klopt, dankjewel Hans. Absoluut.